Dag beste kiekers, welkom bij alweer de 27e aflevering van Sassendonk TV. Ons gedisse keer op bezoek in het o zo mooie Westen-Olten. En wel bij Prins Willem van Net Ermandes. Wieger, goedenavond. Je bent in het mooie Westen-Olten. Je gaat hem de belastingpapier aan invullen bij meneer Bakker. Tenminste, ik denk dat mijn onkomt. En ik heb mijn grote vriend ook met een nummer. En moest dan wel eerst hem dwijlen. Ja, want de gang was nog schoon, hè? De gang was nog schoon, dus... vriend, zullen we eens gewoon kijken of het thuis is? 36, kijk, hè? 36. Kijk even voor de belastingpapier aan kleur af. Ik heb er weinig vertrouwen mee. Ik ook. En ik denk dat die Bakker nog wat schikt. Janny. Oh, Janny, die ziet er straks de gulden van ik weet niet wat. Hij is ook wat van plan, want de speeltassen die... Ik wil geen bellen. Oh. Hoe zit het eronder? Het duurt wel lang hoor. Het duurt wel langer. Ja, nou. Ja, kijk dan, nou eens. Wieger, hij heeft de mond vol. Hij heeft de mond vol. Hij heeft de mond vol. Ja. Nou, dat komt goed uit. Welkom. Goedemiddag. Gosh, mij was een overval. Dat komt goed uit. Ah, goedemiddag. Wieger, wat dacht je wat? Het eet nog. Ja, er is nog wat. Je kunt alleen nog een rekost bellen dat je te laat bent. Dat denk ik. Ja, dit is waar. Wim. Dag. Goedenavond. Welkom. Dag Jari. Hallo. Hey. We hebben grote vriend Jan. Er is een beetje. Dat durft ik niet meer hoor. Er is een botje vol. Geluid dan. Camera loopt. Komt die beroemde klap weer. Goedenavond, we zitten hier bij Wim, hoogheid van Net Ermandes. Wim, om eens even gelijk met de deur in huis te vallen. Wij kwamen hier eigenlijk, of tenminste, iets om de belastingpapier erin vullen. Ja, van wie dacht dat? Ja, dat is niet van ons. Ja, nee, maar hoe kom je zo bij de belastingpapier aan? Je bent nog geen belastingambtenaar. Nee, want dat heeft me altijd wel geboeid, de belasting voor me. Opliggen. Ja, nou ja, opliggen. Kijk waar je eruit kunt slepen. Ja. Ja. Maar wat is je beroep? Mijn beroep is projectcoördinator bij Deltium College. Dus een heel andere tak van sport. Nou weer wat, een project? Coördinator. Coördinator, dus je coördineert projecten die ze bij Deltium binnenhalen. Ja. En bij wat voor projecten moet ik me dan voorstellen? Ik zit bij techniek en vormgeving. Dus een heleboel projecten in de metaal. Projecten die binnenkomen, dus bedrijven die doen een aanvraag. Of reïntegratie, dat probeer je dan overdag weg te zetten. Nou, dat is vaak moeilijk vanwege de roosters van de docenten. Die zijn ook al altijd vol geroosterd. Toch probeer je daar een gaatje in te vinden. En samen heel veel avondtrajecten. Dus docenten regelen. Nou, alles wat erbij komt om een project goed te laten lopen. Materialen en dergelijke. Dus. Ja, dat is mooi. Maar dan heb je natuurlijk ontzettend veel vrije tijd. Want de scholen, week of 10, 12 vakantie. Ja, dat weet ik niet. Nee, ik ben niet aan schoolvakanties verbonden. Oh. Dus ik heb eigen verlofdagen en die kan ik zelf inplannen. Met zijn goed overleg natuurlijk. Maar dan kun je erop neer dat je van de verlofdagen hebt als een leraar. Iets minder. Oh, iets. Dat of twee, ja. Maar dat komt dus wel mooi uit voor de carnaval. Ja, ja. Carnaval ben ik dit jaar 3 dagen vrij. Maandag, dinsdag, woensdag. Misschien donderdagmorgen. Dus dat kun je mooi... Kun je goed uit. Maar je zit bij Net Ermandes. Ja. Ben je ook een oprichter? Nee. Nee, ik ben een jaar later gekomen. Ik ben nu 10 jaar dat ik bij Net Ermandes zit. De 10e jaar dat nu is bestaan elk jaar. Bestaan. En zitten er nog oprichters bij? Nee, helemaal niet meer. Dat is wel jammer natuurlijk. Maar de laatste oprichter is 1-2 jaar geleden gestopt. Dat was Peter Vader. Dus verder zit er niemand meer bij. Oké, jullie hebben een vereniging en dat is Net Ermandes. En dan heb je een vereniging, het bestuur. En dan heb ik wel eens gehoord dat een presidium.
Ja, het presidium was toen in het begin van Net in Manders, die is later opgedoekt, toen de vereniging in keer stond. Dus het presidium opgedoekt, dus wij hebben alleen een bestuur en dan hebben we de leden. En de vereniging is verdeeld in allerlei commissies waar mensen dan deel in nemen. En hoeveel leden bestaat Net in Manders? Volgens mij nu 24, als ik het hoofd heb. Ik ben me niet op vast, maar volgens mij 24. Oké, dus als je 6 commissies hebt, dan zitten ze allemaal in deze commissie. Meestal zitten wel in 3-4 commissies natuurlijk, ja. Hoe ben je hoogheid geworden? Ik ben hoogheid geworden. Dat is wel een mooi verhaal. Dat is vorig jaar op het Prinsentreffen in Nijmegen. Dat is vorig jaar op het Prinsentreffen in Nijmegen waren. En dan was ik met Peter Vader. Nou, Peter Vader, een van de oprichters, erelid van onze vereniging. Dat had ik dus op de pols. Ik zei, nou, het zal wel leuk zijn dat jij jubileumprins zou worden van onze vereniging. Nou, en ze zegt, ja, maar vanwege de drukte van zijn werk, had hij er weinig tijd voor. Zeg, maar ik kan niet overal naartoe gaan. Ik zei, maar ik zei, jij doet aardig wat voor de vereniging. In feite zou jij eigenlijk jubileumprins moeten worden. Toen zei zijn vrouw, Jacqueline Amalia, die zei, als jij prins wordt, word ik je adjudant. Nee, nou, eentje heb ik al. Nou, en zo is het balletje gaan lopen. En toen is een oud buurmeisje van Amalia, Alexia, is de tweede adjudant geworden. Dus wij wisten al vrij vroeg stadium, was alles al rond. Ja. Dus en dan ja, krijg je de hele boel om op te bouwen richting het carnaval van dit jaar. Maar waarom koninklijke namen? Nou, ik was bij, 11 jaar geleden ben ik prins geweest bij de Kniedenbelters. Toen was ik prins Wim. En denk, nou, ik wil niet prins Wim de tweede of prins Wim de derde of, toen zei ik, weet je wat? Mijn officiële naam is Willem. Mijn roepnaam is Willem. Ja, weet je wat? Doe ik prins Willem. En dan kwamen de dames en ik dus spontaan. Nou, dan doe ik Amalia en doe ik Alexia. Waar ik helemaal niks met koninklijk huis heb. Dus ik sta ook met mijn proclamatie. Niet van Duitse bloed en niet van Oranje. Dus, maar ja. Maar je hebt wel Duitse vrienden. Ik heb wel Duitse vrienden, ja. Ja, dat zeg ik, ja. Ja, daar gaan we zaterdagavond naartoe. Al 3 jaar ben je al bevriend met een Duitser op Facebook. Op Facebook, ja. De ontgriepen. Ja, nee. Maar er is ook nog wel wat te doen om je naam. Om mijn naam? Ja. Ik heb gehoord dat de naam stond verkeerd gespeld bij de grote prinsenfoto. Ja, dat kwam ik achter. Dus men had het overgenomen en dacht ook dat het weer prins Wim was. Dus ik had een berichtje gestuurd naar de commissiekrant van Heidelbergs. Dus ik zei, er staat een verkeerde naam bij. Ik zei, het is prins Willem. Nou, excuses aangeboden. En volgens mij afgelopen maandag heeft een rectificatie. Rectificatie. Ik kreeg al een berichtje. Van de krant. Ja, kan gebeuren natuurlijk, maar... Ja. Slip of de tong, hè? Ja, dus vandaar. Wie bent hier net lekker ontvangen met een bakje koffie, want het eten was op. Ja, dat was een klikkie. Dat was een klikkie. Ja, klikkie die geeft mee aan de hond. Kijk, er is een grote eter zit hier tussen. Zag ik wel, dus valt mij zit die achter mij. Batsen, hè? Die heeft niet zo van. Batsen niet zo van. Nee. Maar we hebben een lekker bakje koffie, ja. Meer dan een zeewiek. Of niet, jongens? Goede koffie. Ja, dat is goede koffie. Want bij de adjudant pannenkoek, dan kreeg je ook al niks. Daar hebben we ook al te laten. Dus, nou ja, hier weer te laten. Nou, we kijken wat we nog meer op de planning hebben van. Dan moeten we eens kijken wat we gaan doen. Ah, misschien ben we een keer vol bellen dat wie komt. Ja, nee, dat is niks aan. Want zoals Nobu ook, maar ziet die jongen, die ziet helemaal verbaasd in de deuropening. Van, ik dacht dat ik de belasting wel eens invulde. Ja, die mag je van mij ook wel invullen. Maar ja, goed, ik heb niet zoveel te doen. Nee. Je had het net over, we gaan naar Duitsland. Ja. Wanneer? Zaterdagavond. Ik ga zaterdagmorgen eerst naar Prinses Christel van de Kniedenbelters. En dan smiddags rond 4:15 vertrekken wij richting Duitsland. Naar Wesel. Oh, bij die mensen die we toen in de WZV hadden. Ja, de stadsprins die komt er ook. Maar ik heb begrepen, die had die avond nog een tweetal andere verplichtingen. Dus, normaal gaan we elk jaar naar Wesel. En KVC in Wesel organiseert daar altijd een avond. Alleen dit jaar niet. Dit jaar hadden ze op de dag van Nijmegen als een vroegshopper. Ja, daar konden we helaas niet naartoe. Maar nu is een andere vereniging, dat heet de Kuppeling Familie. Het schijnt een beroep te zijn daar in die contrein. Die organiseren ongeveer dezelfde soort avond als KVC. Dus ik had een berichtje gestuurd. Dan is dat leuk. Nou, ik heb het programma toegestuurd. En nou, bijna exact wat KVC ook organiseert. Dus okay. We gaan weer met een busje vol die kant op. Met een busje vol, ja. Naar alle mensen. Man of 27. Dus. Jullie hebben al een carnavalsfamilie? Ja. Je zoon zit erbij? Ja. Je vrouw, die zit nooit meer achter in de hoek van de kamer, want die had een zonnige pak aan. Ja.
Trouwens, dan moet ik weer even erop zetten, hè, dat zonderse pak. Want, jawel, want als je in Steenwijk waren we ook. Ja. En toen dacht ik eerst dat we in Hunnebed terecht kwam, maar het bleek dus ook gewoon nuus te wezen. En toen zei ze al van, nee, ik heb mijn zonderse pak aan. Nou, dat was net zo'n soort pak als van Jannie al neer. Dus dat zet me er straks nog wel even op. Ja. Jannie, heb jij nu ook nog een functie? Jannie is, heeft een functie van begeleider van de hoogheid als twee adjudanten, één van de adjudanten die kan. Want één van de vorsten treedt dan, zeg maar, die gaat dan mee. Want die is dan de eerste tweede aanspreekpunt. Oh, oké. Dus, maar dat redt zich wel. Dus dan is zaterdag Duitsland, eerst de Christel, ja. Duitsland, en dan? Zondag Sneek, zondagmiddag gaan we Sneek. En dan komende week woensdag Prinsendatter. Donderdagavond nat maken van de wagen, zie ik voor het eerst de wagen. Nou, vrijdag begint het grote feest. Er is een naam trouwens, nat maken van de wagen. Ja. Nou ja, doop van de wagen. Doop, ja, dat lijkt me beter, want nat maken van de wagen, dat ging met die raar idee. Nee, ja. Dus, de doop van de wagen, laat ik het zo zeggen. De doop van de wagen, dat lijkt me van de PR. Ja. Dus dan, en dan hebben we een vol programma, dan, nou, ik denk dat we elkaar nog wel verschijnen zien. Oh, dat denk ik ook wel. Nou, waarschijnlijk niet dan. Ja. Dat komt wel goed. Dus het lijkt ons een mooie versie. Mij ook wel. Dus, nou ja, net als 11 jaar geleden, toen ik ook Prins was, weer kort seizoen. Ja. Dus, ik hoop dat weer een beetje meewerkt. Ja. Dus onze niet uitkien, van, ben ik nu wel, kurs seizoen of je naar een bumbaar. Dat is een kurs seizoen of je naar een bumbaar. Nee, oh, dat is toeval. Toeval. Okay. Nou, ik vind het hartstikke mooi. Ik denk dat Wieger hier wel weer wat mee kan. Ja. Hoop ik tenminste. Want Wieger die kan alles goedkeuren. Ja. En dan mag Ger aan het werk. Eerst alles nog kijken en dan monteren. Wim, ik wil je bedanken voor het invullen van het blad. Nee, niet voor de belastingformulier invullen. Voor ja, nee. Ik hoop dat, dat de mensen het leuk vinden. Ja. En dan hebben jullie alle prinsen dus met die nat. Oké, nou, leuk. Alle ogen. Leuk dat jullie er waren. Ja. Ik sta daar nog een beetje beduurd van te kijken. Dus, ja, dat is al te zien. Ja. Ja, ik vond ook wat minder als. Nee, dit is een praten, wat je nou, meestal als een slokje op hebt, dan begint het. Ja, dat ging het wel, hè. Oh, dan denk ik bij de prinses van de Ton zat dus ook met een slukje erin. Ja, denk je ook nog beter. Ah, ging goed, maar dan had het nog beter gegaan. Nog je brengen maar en dan. Is goed. Ik denk dat Gert wel genoeg heeft. Ja, Gert? Nee, ga maar lekker door. Hallo? Heb jij nog tijd? Heb jij nog tijd? Heb nog tijd? Nou, je hebt nog zeker een half uur. Nou, wat zullen we dan drinken? Wat moet je dan drinken? Wat drink je dan? De bankje zit niet vol. Jongens, willen jullie toch wat drinken? Een tweede bakkie, of wat anders. Wat ze als Hans gaat drinken, dan stoppen we. Ja. Doei! Ja. Nou, Wieger, dat was weer een interessante rond. Vooral met mijn vriend. Bas, dat was helemaal wat moois. Maar, we hebben hem gerustgesteld. We moeten geen belastingpapier aan in te vullen. Geen 1600 euro. Nee. Dus dat kunnen we helemaal goed. En dat trouwens al zien, hebben we ook nog een postzak in de kliko. Ja. En ik werk niet eens bij de post. Ik heb me vast niet eerder gaan. Nee. Wieger! Weet je waar ik al papier voor verzamel dan? Van hoelenbappers. Nou, dat is die cultureel, hè? Weer een scoop. Die zeggen aan Wieger goeiedag en die zien we weer. Dus, ja, weer het. Wieger, tot zondag. Mannen, kijk.